En sambo, kun jij een beetje vertellen wat dat is? Sambo is eigenlijk een Russische vechtsport. Die ze normaal in het Russische leger eigenlijk als basis aanleren. En dat is nou eigenlijk langzaam aan het overkomen van Oost-Europa naar West-Europa. En dat is een combinatie van worstelen, judo, grappling. We staan hier in de sambozaal van Mike's Gym in Venray. En hoe ben jij zelf in aanraking gekomen met deze sport? Ik heb jarenlang judo gedaan, vanaf mijn vierde. En daarna ben ik door mijn trainer Michael, die wou beginnen met sambo, die is naar training gegaan. En zo ben ik er ook bij gekomen. Nou, als trainer zijnde van Stef, hoe is dat nou om Stef te trainen hierin? Ja, hoe dat is. Het lijkt eigenlijk voor het heel gewone, maar eigenlijk is het er helemaal niet. Dus we zijn begonnen samen met judo en we zijn nu geëindigd in sambo. Dus eigenlijk hebben we een hele weg bewandeld en zijn we eigenlijk nog steeds groeiende. Dat is eigenlijk de trainer van Stef. Ja, aangezien Stef is begonnen met judo en volgens mij al een aardige poos heeft gedaan, wanneer is dat eigenlijk begonnen, zijn liefde voor deze soort sporten? Judo is je rond de 4 jaar is je daarmee begonnen. Tot 2 jaar geleden. Toen is je in de sambo gegaan. Nou, als moeder zijn, dan kan ik me best voorstellen dat deze sport nog best heftig kan zijn soms. Zijn er een keer voorvallen geweest dat je dacht, nou is het voor mij wel eigenlijk goed geweest? Nou, niet dat het goed is geweest. Uiteraard gebeuren er wel eens dingen. Nou ben ik wel wat gewend, want Stef heeft heel lang gejudo'd. Een tijd geleden ging ik mee naar een wedstrijd. En toen kreeg hij een behoorlijke dreun op zijn hoofd. En toen ging hij even onderuit. En heeft hij wel een uur langs de kant gelegen voordat hij weer een beetje bij zijn positieve kwam. En dan zit je als moeder op tribune en denk je, wat moet ik nou, wat moet ik nou? En uiteindelijk zeiden de andere sambokas, ga er maar naartoe. Nou ja, dan ben je wel blij dat je erbij kunt. En van de andere kant, ik volg de wedstrijden die Stef doet op YouTube, want die kun je live volgen. Ja, daar zit ik ook met zweet in mijn handen en als hij dan een dreun krijgt, ja, dan weet ik ook niet, dan kan ik ook niks doen. Dus, ja. Wel spannend af en toe. Dus. Ik vind het spannend, maar dat vond ik vroeger al toen de judo'de. Als er eentje zat schreeuwen op de tribune, was ik het wel. En dan komt dat ik zelf ook 8 jaar gejudo'd heb. Dus dan ken je het klappen van de zweep wel een beetje. Hoe vindt u het nou dat uw zoon deze sport beoefent? Oh, ik vind het wel heel goed van hem dat je dat doet. Van judo naar dit, hè. Een omschakeling, hè? Nooit bang dat hij in het ziekenhuis belandt door verwondingen eventueel? Nee hoor, daar maak ik niet zo zorgen om. Ik vind het soms wel spannend inderdaad, maar ja, Stef en ik kennen elkaar van de judo, dus ik weet zelf wel een beetje wat het inhoudt, zeg maar. Maar het is wel wat heftiger, zeg maar, een heftigere sport dan judo, je mag veel meer. Ik heb jarenlang wedstrijd judo gedaan, dus ik ben al wel wat gewend. Nooit zware klappen ontvangen? Nee, ik heb 1 keer mijn pols gebroken door het judo en voor de rest eigenlijk niks bijzonders eraan opgelopen. En hoe lang doe jij deze sport nu al zelf? Nu doe ik sinds 2 jaar sambo pas. En ben je al ver gekomen binnen de sport? Ik heb een Nederlandse titel, 2e prijs op een Grand Slam. 1 EK en ik ben me nu klaarmaken voor mijn 2e WK. Hoe vindt u het nou dat Stef al op een WK heeft gestaan en binnenkort weer naar een nieuw WK toe mag? Nou, dat vind ik heel erg goed van hem, persoonlijk natuurlijk, dat hij dat zover al heeft geschopt. En het is natuurlijk ook een stukje Venray promotie, dat is ook wel heel erg belangrijk. En hij heeft op het eerste WK heeft hij in zijn eerste partij gesambo'd tegen de latere wereldkampioen. En hij heeft gewoon 5 minuten op de mat gestaan. En dat is echt een hele grote prestatie. En nu maakt hij wel kans om nog beter te gaan doen op het volgende WK. Maar ja, ik vind het vooral heel knap dat ze dit doen. En dat ze deze uitdaging aan zijn gegaan. Dat ze, ondanks dat ze helemaal niet veel ervaring hebben, toch naar een WK gaan, een EK gaan en al die toernooien afgaan. Dus, ja. En bent u er nou trots op dat hij zelf ook training is gaan geven in deze sport? Ja, zeker. Daar ben ik heel trots op. Dat is ook snel gegaan. Hij heeft ook echt bewust voor gekozen. Is zelfs bondscoach. Samen met zijn collega Niels is head of delegation. Dus ook in het land, zeg maar, zijn ze aan het ontwikkelen. Dat is denk ik alleen maar goed.
Ik heb in april dit jaar heb ik gesolliciteerd als bondscoach kadetten. Dat is echt van 12 tot en met 16 jaar. En daarvoor ben ik toen aangenomen. Dus nu sinds ongeveer mei ben ik bondscoach kadetten. Kijk, als je iets doet wat je met je hart en ziel doet, dan moet je er ook vol voor gaan. En ik vind dat geweldig dat hij zich opgeworpen heeft om met name ook jonge kinderen en ook hier in Venray kinderen met een beperking en mensen met een beperking de mogelijkheid geeft om aan die sport mee te doen. En ja, als bondscoach kun je daar natuurlijk een grote rol in betekenen. Nou, wij werken bij Jouta, bij het sportzorgcentrum. Daar begeleidt u mensen met een beperking. Mensen die hier werken en die ook sporten. Dus dat is zijn baan in combinatie met bondscoach en zijn eigen Funfit club voor kinderen. Ja. Ik vind het voor hem ook super leuk dat hij zijn eigen kindersambo heeft op kunnen richten. Hij is wel de eerste van Nederland. Dus ja, ik denk dat je daar, als je dat opricht, ook wel trots op mag zijn. Ja. Nou, aangezien het een Russische sport is, ben je zelf ook al in Rusland geweest om deze sport te beoefenen? Of? Ja, ik ben vorig jaar in november ben ik in Rusland geweest in Sochi voor het WK. En twee maanden geleden ben ik zelf met twee jonge samboka's naar Rusland geweest om te coachen. En het aankomende WK, waar gaat dat plaatsvinden? Dat gaat plaatsvinden in Roemenië, Boekarest. En daar vertrek je binnenkort al voor? Dat is in half november vertrekken we daar naartoe. Dus ja, hij ziet heel veel van de wereld. Daar gaan zijn vakantiedagen aan op, hè? En u gaat ook altijd mee naar de wedstrijden? Of, ja, eigenlijk veel te vaak, maar altijd ben ik er. Of staat u ook altijd vooraan bij het EK of WK waar hij aan deelneemt? Ja, ik ben nog niet mee geweest, maar dan wil ik wel eens een keer gaan kijken. Ja, dus in Roemenië staat u vooraan aan de zijlijn? Ja, tuurlijk, daar ga ik vooraan staan. Ja. Nee, ik ben alleen in Nederland twee keer mee geweest naar een toernooi en in het buitenland eigenlijk niet. Maar het is wel heel leuk, want heel veel toernooien kun je zeg maar live volgen via de computer. Dus dan zitten we wel altijd klaar om de wedstrijd te kijken en dan ben ik soms denk ik nog bijna zenuwachtiger dan Stef zelf is. Ja, omdat je zelf altijd gejudo'd hebt, wat vind je dan van de sport sambo eigenlijk? Nou, ik vind er wel wat van. Judo kent natuurlijk heel veel regels en wat vroeger allemaal mocht, dat mag niet meer. Sambo is in mijn ogen van judo met vrij worstelen en alles kan en alles mag. Ja, tot nu toe gaat het allemaal goed, dus maak ik me geen zorgen. Ik heb ook wel meegemaakt met toernooien dat mensen wel behoorlijke blessures oplopen. Stef tot nu toe nog niet gelukkig en ik hoop ook dat het zo blijft. Ja. En ik hoorde Stef zelf zeggen dat hij sambo beschouwt als een vechtsport en niet als een verdedigingssport. Hoe ziet u dat? Ik zie het ook wel als een echte vechtsport, ja. Ja. De wedstrijd duurt 5 minuten. Dus dat is, als je dat volhoudt zonder er letterlijk en figuurlijk afgegooid te worden tegen wat later de wereldkampioen werd, is dat een geweldig goede prestatie voor toch wel een hele jonge sport nog in Nederland die nog aan het groeien is. En ze zijn daar wel mee bezig om ook met NOC en NSF in gesprek te gaan om de sport te laten groeien. Die pakken, waar zijn die nou precies voor? Die pakken? Ja. Dat zijn eigenlijk, bij het sambo hebben ze een blauw en rood. Dat is het enige. Ze hebben geen banden. Dus iedereen heeft dezelfde kleur band. Er zijn geen gradaties in. Degene die aan de ene kant staat moet helemaal in blauw zijn en degene aan de andere kant in het rood zijn. Dat is ook puur voor het publiek en voor de scheidsrechter om het onderscheid te kunnen zien, zeg maar, tijdens de wedstrijd. En waarom is er nou gekozen voor die twee kleuren? Van vroeger uit. Het zit sowieso in de vlaggen van Rusland, zeg maar. Er zit gewoon blauw en rood in en het is duidelijk. Dus dat is eigenlijk de hoofdzaak. En ze bieden verder geen bescherming of andere reden waarom ze op die manier gemaakt zijn of gedragen worden? Nee, ze bieden geen bescherming. Het enige is dat ze de band door het pak hebben, dat het pak minder snel losgaat. Dus dat er langer een gevecht is en niet te veel, zeg maar, gefrungeld wordt aan het pak. Ooit zelf gedacht om de sport ook eens een keer te beoefenen, gewoon om te weten hoe het is? Nee hoor. Nee. Dat gaat niet goed. Dat gaat niet goed. Bent u trots op wat Stef tot nu toe heeft bereikt, ook met zijn eigen trainingen geven? Oh, zeker dat, ja. Ja, tuurlijk. Ik ben echt super, super trots op hem. He, van de judo naar de sambo, zijn eigen kinderfitnessclub.
de eerste kinderfitness in Nederland, bondscoach van de kadetten. Dus ik ben waanzinnig trots op hem. Ja. Is dit echt een mannensport of doen er ook vrouwen aan mee? Zijn er speciale vrouwenverenigingen eventueel? Nee, dit is echt een sport voor en mannen en vrouwen. We hebben nu toevallig één vrouwelijk lid, is er vandaag niet, maar die traint normaal iedere donderdag met ons mee. Dus ook voor vrouwen is het eigenlijk gewoon, ja, vooral in Oost-Europa, echt een sport die veel voorkomt. En hier in Nederland, ja, je ziet wel dat er steeds meer meisjes en vrouwen het gaan doen, dus het is in ontwikkeling. En hoeveel leden hebben jullie op dit moment hier in Venray? Ik denk dat we nu op dit moment tussen de 10 en 15 leden zitten. En dat is met de kinderen meegeteld? Ja, de kinderen stammen dus eigenlijk ook echt pas denk begin september mee van start gegaan. Ze hebben me net gevraagd of ik ook een klein lesje hierin wil volgen. Ik vind het wel een beetje spannend, maar ik ga me zo omkleden en dan zullen we zien of het overleven. Ik heb het jasje aan, ik heb alleen geen idee hoe die dicht moet, dus dat gaan we even vragen. Hij moet je met je benen er nog aan de andere kant. Hier dat ook. Ja. Begin maar bij de hand. Ja, u begint al voor mijn hand. De handen op de grond gooien. Dus eigenlijk ga ik nu keihard gevloerd worden, zeg maar. Nou, nee, ze zijn zachte matten. 6 centimeter dus. Dit is eigenlijk de basis. Dat was de eerste. Ik leer altijd bij. Dus ik kan je gewoon hier vastpakken. Ja, en dan ga je maar. En dan moet ik eigenlijk. Ja, en dan die houden ze eigenlijk altijd vast. Ja. Ik durf dat niet, dat vind ik zielig. Gewoon. Dus ik kan je gewoon zo vastpakken. Ja. Ja, en dan eigenlijk meteen op om een houtgreep te maken. Dus dat ik zorg dat de ander op zijn rug blijft liggen.